Munsterman. Van den Berg met balverlies. Daar kan Marloes Pieter. Goeie voorzet. Van der Zanden moet scoren eigenlijk. Maar stuit op de keepster. Spitsen. Van der Zanden. Wat een kans zeg. Voor Marten Munsterman. Ze scoorde nog nooit in competitieverband voor FC Twente. Dit was toch een aardige mogelijkheid om de band te breken. Daniels. Een nuttige ingreep daar van Minnaar, van der Zanden. Het strafschop door van Mingenrood. 16 jaar en het is een aardige paas. Geen buitenspel voor Aartsen. De grootste kans van de wedstrijd misschien wel nu op naam van Liersen. Worm. Spitsen. Stond redelijk vrij inkoppen. Maar mik net te hoog. Sherida spitsen. Ruimte voor Pieter. Handige actie van Marloes Pieter. Nu Ellen Jansen, de invalster. En het is een gouden wissel. Ellen Jansen breekt de boom voor FC Twente. In de 60ste minuut van deze wedstrijd. Maar die kritiek wordt goed gepareerd door Ellen Jansen. Die de bal ook uitstekend krijgt naar voorbereidend werk van Marloes Pieter. Helemaal vrijgespeeld. En eindelijk de 1-0 voor FC Twente. Pieter. Stond goed opgesteld, die verdedigster van Liersen, waardoor Van der Zanden niet aan de bal kon komen. In eerste instantie althans. Want hier is ze alsnog. Nu is ze er langs. Shanice van der Zanden. Maaike Heuver met de 2-0. Nee. Terecht applaus voor deze aanval van FC Twente. Dekker. Van Heuver, dat leek ook Hens, maar de scheidsrechter aarzelt even en legt de bal dan toch op de stip. Ja, dat was inderdaad Hens van Liersen. En na enig aarzelen legt scheidsrechter Hoogendijk de bal op de stip. En dus valt er wat voor te zeggen om de bal op 11 meter te leggen. En dan is het nu aan Sherida Spitsen om de wedstrijd te beslissen. Keurig binnengeschoten zoals Sherida Spitsen dat kan. En dat is een overtreding van Caroline Berends. Strakke vrije trap, daar is Dekker nog met de 3-0. En zo werkt FC Twente toch nog weer aan het doelsaldo ook in deze wedstrijd. Na de 6-0 van vorige week tegen Anderlecht. Helemaal vrij bij de tweede paal. Peters kansloos. En zo is het 3-0 voor FC Twente. Misverstand achterin bij FC Twente. Nog een poging van Liersen. En zo boekt FC Twente dus een belangrijke overwinning in de strijd om het kampioenschap. Een lastige Lierse SK is uiteindelijk vrij makkelijk aan de kant gezet met een 3-0 overwinning